Good morning, live from the arena in Amsterdam. This is the last day of the hackathon, the Smart City Hackathon. So 65 people are over here thinking about their products and are going to present them later on today. But there's a lot more happening here in the Amsterdam arena because it's a big Smart City event going on. A couple of hundred people from different companies are meeting each other, are showing their products and how they can help make the cities smarter. And if you look behind me over there, some of them are sitting in the sun because they're going to do their program later on. Speakers in the Amsterdam Arena. Yesterday there was no grass and now it's full of green grass. So that's what's happening over here. And let's see if they can wave to us. Let's see if they can show us that they know what they're doing. I don't know. Yes, people over there, do you hear me? Yeah, can you show us your appreciation from the other side of the arena? Yes, that's better. Okay, so we wave to you, you wave to us. This is what smart people do on their Thursday morning. Okay, so this is a yearly event, basically, this Smart City event, and it's going to be a bigger event every year, it seems, because there's a lot of things happening. The connectedness is only just beginning. Talking about connectedness, talking about innovation, because that's what's happening here. There's an innovation center here in the Amsterdam Arena, where a lot of different companies are trying to think of solutions. For example, people traveling from home to an event here in the arena, what are all the different stages you go through and how can technology help you make it a better experience. Jeroen Broekhuis, he works for TNO in the Netherlands, and he is sort of the coordinator of this whole thing. And yesterday he showed me what it is and what... Daar gaan we hierheen. Dit is trouwens het kantoor van de Arena. Daar zitten mensen van de Arena zelf. Ja. We lopen eigenlijk nu naar het innovatiecentrum. Dat zit er eigenlijk naast of ook in het kantoor. En het is eigenlijk opgezet om dat hele Smart City event heen. Om dat ook met elkaar te verbinden. Want Arena wil ook de aanjager zijn hier in Amsterdam voor alles wat met Smart Cities te maken heeft en de ontwikkelingen eromheen. Ja, dit is omdat we ook in Smart City zijn bij Amsterdam. Wat vertelt dit? Nou, eigenlijk vertelt dit alle thema's of gebieden die iets met Smart Cities te maken hebben, waarin geïnnoveerd wordt, waarin nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, om dat te duiden binnen een plaatje in de stad. Dus hè, wat gebeurt waar en waarom? Bijvoorbeeld zo'n afval bij een prullenbak, gezondheidszorg bij een ziekenhuis, kennis bij de universiteiten. En allemaal hier in het gebied in Amsterdam moet dat bij elkaar komen. Ja, en smart staat eigenlijk over de connectedness, hè? Want dat is eigenlijk meestal het idee, toch? Ah, ja, smart heeft... Vraag ik nu precies. Nee, smart heeft allerlei aspecten. Hoofdterm is smart is vaak, we willen iets met IT doen. En ik denk dat daarnaast, alleen IT is niet goed genoeg, je doet het ook samen. En het liefst in het kader van hackathon open, want dan ga je pas echt mee te maken. Ja, dus smart kan ook zijn, een slimme oplossing, een slimme eenvoudige oplossing, maar geen technologie te passen. Ja, precies. Ja. Alleen dat zie je minder vaak, omdat daar minder aan gedacht wordt. Ja. Ja, want alles begint, lijkt altijd een beetje te beginnen inderdaad met dat in elk apparaat, in elk of in ieder geval auto's, fietsen, et cetera, dat technologie... Ik vond het heel mooi, want ik zat hier in een hotel vlakbij, en was pluksplinter nieuw. En dan hadden ze, de hele bediening ging via de iPad. Ik dacht, goh, hey, dat vind ik interessant. En een soort van IT-man vind ik dat fantastisch. Dus ik zou op die iPad en dan ging ik mijn dingen bestellen. Druk op order. En als het goed is, is nu de keuken, weet vanaf. En dan komt je bestelling zo bijbrengen. Ik denk, top. Ja. Nou, wat bleek? Was niet goed? Het systeem lag eruit. Hadden ze mij niet verteld, dus op een gegeven moment komt de serveerster langs en ik vraag, hey joh, goh, gaaf dat het werkt en dat je dat doet en leuk en hoe bestel ik een drankje, want dat had ik niet gevonden. Nou bleek dat je op een menu moest drukken en dan kon je ergens anders alsnog drankjes vinden. En toen vroeg ik, ja, ik heb er nu in gedaan en wat gebeurt er? En zei ze, oh nee, sorry meneer, maar het systeem ligt eruit. En, oh ja, nou dat gebeurt dan, hè, maar dat is dan ook, je gaat een proef draaien en experimenteren, hoe werkt dat?
Maar die simpele oplossing, laten we dan een pen en papier pakken, was nog niet helemaal opgekomen. Dan denk ik, nou, dan af en toe moet je ook gewoon terug kunnen grijpen op de goede, oude, vertrouwde middelen. Weet je, dat doe ik altijd. Ik gebruik heel veel tools. En dat, maar als ik het heel erg druk heb van me toe doen, dan, dan doe ik een papiertje. Ja. Wat die, weet je, wat die tools die zijn namelijk oneindig. Dus dan kan je ook alles in blijven stoppen. Ja. En een papiertje waar je de drie belangrijkste dingen nog in weet. Ja. En dan ben je ook beperkt in je ruimte. Ja. Beperkt in je mogelijkheden. Dus dan word je geforceerd om te kiezen en moet je gewoon wat doen. Ja, leuk. Ja. Oké. Okay, ja, laten we naar boven lopen. Zo, de stijle... Ja, het is een behoorlijke trap. Je ziet dus waarom we hier zijn. Arena en de omgeving om de arena heen. Dus ook de stad. En eigenlijk moeten die bij elkaar komen om te komen tot nieuwe innovatieve oplossingen. En dat doen we met een aantal founding partners. Die strategic partners die er bovenaan staan. Amsterdam Arena, TNO, waar ik dan van ben. KPN, gemeente Amsterdam, Gewaarwij en de Amsterdam Smart City. En wat we ook hebben gedaan is de hele reis van de bezoeker hier in de arena hebben we als het ware hier op die wand geplaatst. Ja? Dus als je nog thuis bent, je wil er naartoe, je gaat je kaartje kopen, je gaat je voorbereiden. Je gaat eigenlijk informatie zoeken over het event en je gaat er naartoe. En wat maak je dan allemaal mee? En ook als je hier dan bent tijdens het event en je gaat weer naar huis, die hele reis van die bezoeker. Maar ook dat je hier misschien gaat winkelen van tevoren of misschien nog hier blijft overnachten. Ja? Nou, in die hele context kun je allerlei slimme oplossingen maken. En hoe zorgen we ervoor dat de beleving van die bezoeker zo goed mogelijk is? Want dan komen ze terug, hoop je in ieder geval. En waarom is en daarom is dat stadion eigenlijk zo belangrijk? Omdat het, echt, omdat het een begin en een eind heeft en dat allerlei facetten daar komen kijken? Ja, ja, en ook omdat deze omgeving hier in de Zuidoost, er komen hier 20 miljoen mensen per jaar doorheen. Dus dat is echt een gigantisch aantal. En als je dat bij elkaar optelt, dan kan je dus allerlei slimme mensen in een heel klein gebied, het is heel beperkt. Eigenlijk heb je een mini-stad waarin je kunt innoveren zonder dat je meteen de hele stad moet doen met alle partijen die daarbij komen kijken. Want dat is moeilijk en ingewikkeld. En hoe proberen jullie nu hier oplossingen voor te vinden, zeg maar? Of toepassingen die leven van... willen we dat ieder idee, bijvoorbeeld als we het in termen van hackathon pakken, iedere hack die pakt een stukje van die reis, of misschien wel juist de hele keten, dat is maar net wat voor ideeën ze hebben. En daar ga je dan een stukje op innoveren. En omdat je het zo beperkt maakt, net zoals het papiertje van beneden, omdat je geforceerd wordt om te kiezen, kan je het een beetje beperkt houden, maar je kan wel meteen die 20.000 of 20 miljoen mensen hier bereiken. En dat is even de scope. Dus je bedenkt iets heel kleins, maar je kan meteen naar 20 miljoen mensen opschalen. Zijn er al concrete dingen hiervan van te melden? Ja, zeker. Maar dat gaan we zo meteen binnen gaan we dat zien. Ja. Maar het idee is dat achter ieder van deze dingen er een bepaalde innovatie zit. En om een voorbeeld te geven, we hebben een app, de Transient app, die is contextgevoelig. En in plaats van dat je voor ieder van deze dingen een aparte app zou moeten downloaden, wat natuurlijk omslachtig en vervelend en moet ik me overal aanmelden, gedoe. Past die app zich aan afhankelijk van waar je in die reis bent? En kan die als het ware apps van andere partijen naar binnen halen die actief worden binnen die app? Dus in plaats van dat je een statische app hebt met één functie, verandert die functie steeds afhankelijk van waar je bent in die reis. Ja, als je bij mij in de buurt van het station komt, weet hij van ik wil nu weer gaan reizen, want ik ga naar huis. Precies. En de trein naar Groningen, waar ik dan woon, dan kan hij meteen zeggen, dan heb je deze drie opties. Ja. Of als je nu de metro pakt, ben je net iets sneller en kan je ook nog even een hapje eten. En als je daar dan naar bent, dan krijg je een hapje eten. Dan kan je een aanbieding krijgen voor, als ik daar iedere week kom, weet hij misschien wat ik het lekkerst vind. Of kan misschien hij dat weet al hij wel dat je maar weinig tijd hebt tot de voetbalwedstrijd begint. Ja, dan moet ik overstappen. En dat spel, zeg maar, daar wil je dus iets mee kunnen gaan doen. En in plaats van dat je dus voor ieder stukje andere apps moet downloaden, wilden we kijken, kunnen we iets maken wat ervoor zorgt dat je een soort van dynamische app krijgt die zich aanpast aan waar je bent. Nou, dat is één van de voorbeelden die hier speelt. Maar er zijn nog 10, 20 andere te verzinnen. Voor we naar binnen gaan, dit is ook een voorbeeld die nu al actief is. Kan je al zien vanuit de ruimte van de hackathon. Er hangt vlak buiten het raam van de hackathon hangt een grote camera. Die kijkt over het voetbalveld heen helemaal naar het andere vak. En die kan, omdat het een superhoge resolutie camera is, kan die helemaal inzoomen naar jouw gezicht. En kan je op je app, terwijl je gewoon in het stadion zit, je stoelnummer invoeren en druk je op maken selfie. En dan krijg je van de andere kant van het veld, maakt een foto van jouw stoel. Okay. Of van een paar stoelen eromheen, zodat je ook met je vrienden nog op de foto kan. En daar kan je dus mee spelen, kan je dus allerlei leuke dingen mee doen. Ja, dat is een van de concepten die net afgelopen weken als het ware werkend is gekregen. En daar werken we hard aan, alles moet ook echt werken.
En wat nu gewoon werkt, wat je zo meteen kan zien. Ja, want en is hij dan ook nogal zover dat hij weet, toen viel er een doelpunt, dus de kans is groot dat er toen een leukere foto... Helemaal de bedoeling. Ja, klopt. Ja. Top. Nou, laten we naar binnen gaan. Ah, ja, zoals je ziet wordt er druk gepraat. Allerlei mensen van het Smart City Event die geïnteresseerd zijn om eigenlijk te kijken naar alle innovaties die hier gebeuren. We hebben geprobeerd om er een beetje een mooie ruimte van te maken waarin je goed kan laten zien wat er gebeurt. En als je bijvoorbeeld naar die selfie me kijkt, nou, dat staat daar op het scherm. En kunnen we even kijken bijvoorbeeld of we dat werkend krijgen. En dan zul je altijd zien, kijk, dit is bijvoorbeeld die camera. En wat ze kunnen doen is als het ware inzoomen op dit stukje, omdat het een 20 megapixel camera is, dus een hele hoge resolutie, kan je heel ver inzoomen zonder dat je details verliest. En kan je dus alsnog jezelf als het ware terugzien. En dit is dus volgens mij is dit de koninklijke launch, of de VIP-ruimte van de Arena natuurlijk, waar nu ook het Smart City Event plaatsvindt. Ja, mensen kunnen daar dus gewoon rondlopen en die kan je dus gewoon hier meenemen. Origineel bedoeld voor beveiliging, om hele hoge resolutie beelden, zodat je goed daders of overtreders kan identificeren, hooligans. Ja, precies. Maar nu opeens kun je er ook een dienst bovenop zetten, waardoor het opeens leuk wordt voor de bezoeker. Dus niet alleen maar ga je het inzetten voor beveiliging zelf, maar je gaat er meer mee doen. En dat is precies wat we hier in het innovatiecentrum eigenlijk willen aanjagen. Want die camera die hing er eigenlijk al. Die was er voor het andere doel. Ja, zeg maar. Ja precies. Ja. Ja, en nu kun je daar opeens meer mee gaan doen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Wie kan daar wat mee doen? Ze hebben jullie, zeg maar, die hackathon is nu bijvoorbeeld bezig. Dat zijn allemaal programmeurs die nu dingen kunnen bedenken bovenop data, datasets. Klopt. Is het de bedoeling dat dit soort dingen ook eigenlijk nog opener worden? Zeker. Nu is het zo dat alle partners en alle partijen die hier in het innovatiecentrum actief zijn, dat de data onderling gedeeld kan worden. En zodat er, als er iemand nieuw binnenkomt, dat hij zegt, hey, wat voor data heb je? En kan ik daar dan bovenop iets nieuws maken? En er is ook één team van Hackathon wat heeft gevraagd, kunnen wij toegang krijgen tot deze stream? Kunnen we daar een leuke dienst mee verzinnen? Nou, ik zeg, ga met deze partij praten die dat doet en ga een afspraak met elkaar maken. Want dan ga je ook echt verder komen. Ja. Want het idee is dat binnen 6 maanden tijd moet gewoon zo'n origineel idee wat je eigenlijk bedenkt, waarvan je een eerste soort aanzet hebt voor, nou kijk, we kunnen het ook echt laten zien dat het werkt, kunnen we het hier uitproberen. En in die 6 maanden moet het dan mogelijk worden dat het echt een concreet gevalideerd resultaat komt, dat het getest is in een wedstrijd, dat je ervaring hebt opgedaan en dat je dan ook weet, is het verkoopbaar aan een ander stadion? Is het verkoopbaar echt anders? En dat je dat gaat aanjagen, dat is waarom we hier bij elkaar zijn. Ja, want wat zijn, zeg maar, wat zijn de doelen van het Innovation Center? Heel bazaal, partijen bij elkaar brengen, die elkaar versterken om gezamenlijk naar de markt iets in de markt te kunnen zetten. Hè, want iedereen wil ook gewoon euro's verdienen. En dus uiteindelijk is dat ook het doel. Ja. Dus hoeveel, en wanneer is het geslaagd? Hoeveel concrete producten of diensten of wil je, zeg maar, in een bepaalde tijd lanceren? Nou, daar heb ik geen kant-klaar antwoord op. Maar liefst zoveel mogelijk, maar even ervan uitgaan dat 1 op 10 succesvol is. Dan ben ik al heel erg blij als we over een jaar kunnen zeggen, hè, als het volgende event er is en we zitten hier weer allemaal bij elkaar, dat we dan in ieder geval 10, 12 ideeën hebben die echt levensvatbaar zijn. Die dus ook zijn weg hebben gevonden bij alle grote partijen hieromheen om echt geland te zijn. En het kan zijn bij Sensation, bij Ajax, bij Fox. Die zitten hier allemaal en die zijn hartstikke geïnteresseerd. Wat voor nieuwe diensten kunnen jullie allemaal mee maken? Een andere voorbeeld die je hebt? Ja. We lopen even naar de andere kant. Dan haal je die app weg. En ja, dan kun je er niet voor verdienen. Dit is een ander voorbeeld van Imagine. En je ziet nou, hij herkent mij. Vindt hij me niet meer zo boos. Als ik mijn bril afzet, dan vindt hij me wat minder boos, gelukkig. Uh-huh. Maar die reclame die je hier ziet, die kan hij aanpassen op wie ervoor staat. Zoals iemand anders ervoor staat, een vrouw bijvoorbeeld, zie je make-up reclame. Hij komt goed uit bij hem, want hij ziet tussen de 20 en de 30 hen. Ja. Of doet hij dat standaard? Iedereen gewoon 10 jaar jonger. Hangt er een beetje vanaf, zeg maar. Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Maar dat is dus precies wat we hier willen uittesten. Dus werkt dit? Krijg je
daar de goede informatie uit. En in principe al die informatie die je daar dus ziet, die bijhoudt van mijn gezicht, hij slaat niet op wie ik ben, maar hij slaat alleen maar op welke kenmerken heb ik. En kan ik dat dan verzamelen? Nu zegt hij 30-40, nou dat klopt, ik ben 35. Oh, dat moet ik misschien niet op internet zetten, maar maakt niet uit. Kan ik ze bijhouden van een hele dag? Wat voor soort mensen zijn hier geweest? Hoe oud zijn die mensen? Hebben ze ook echt naar de reclame gekeken, ja of nee? Dus je krijgt een hele andere manier van interacteren met je reclame. En die reclamemaker, die krijgt terug... wat voor mensen hebben dat gezien? En als ze die reclame zagen, keken ze dan blij of verrast of boos? Wat vinden ze eigenlijk van die reclame? Dat is hartstikke waardevolle informatie. Eigenlijk krijgen ze informatie die ze normaal nooit hebben, want het is een beetje met hagel schieten normaal gesproken. Ja. En stel nou dat je dit kan doen met die camera vandaar. Dan kan je opeens gaan zien wie in het vak heeft blij gekeken, wie is ontevreden. En dan krijg je een hele andere soort stapeling, zeg maar, van... Eigenlijk partijen die samen iets mooiers gaan maken. Dus dan krijg je, en dan krijg je ook van de Ajax-fans, waren dit jaar heel chagrijniger dan vorig jaar. Ja, bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Nou kunnen we dat waarschijnlijk wel aan de resultaten zelf wel. Ja, dat kan je ook op een andere manier doen. En in Groningen weten dat ze dit jaar heel erg vrolijk waren. Ja, zeker. En hoe ver zijn we met dit soort herkenningstechnologie? Best wel ver. Volgens mij 90% goed. En dat is best wel goed. Nu hebben ze geen informatie en nu hebben ze 90% goede informatie. Nou, dat is al heel erg goed. En als je het vergelijkt met waar Google en Facebook mee bezig zijn, die zijn nog veel verder. Maar ja, die houden het allemaal bij zichzelf. En hier proberen we dat juist opener te maken. En het woord open heb je een paar keer genoemd. Waarom is open belangrijk voor jou? Ja, dat is de enige manier waarop je kan samenwerken. Want als je niet dingen met elkaar deelt, kun je dus ook niet stapelen in je vernieuwing. Kun je dus ook niet samen iets mooiers maken dan dat je in je eentje kan. En ik denk dat in de toekomst, als we het hebben over smart cities, over innoveren, de enige manier echt te innoveren is als je dat samen doet. Ja, en dan moet je dingen met elkaar delen en dat houdt dus in dat het open is. Het hoeft niet meteen open voor iedereen te zijn, maar in ieder geval met elkaar. Ja, maar daar is eigenlijk cultuurverandering voor nodig. Ja, dat is echt nodig. Maar je ziet dat de nieuwe generatie, dat gaat normaal. En je ziet dat als je kijkt naar de iets wat oudere generatie, no offense, dan is dat wat moeilijker. Je hebt zeker gezien, in het bedrijfsleven. Ik zie er misschien ouder uit. 20-30 was het. Je hebt gezien hoe oud ik ben. Ja, maar hier is dus Maybelline nu. En als het goed is... Ja, nou zegt hij, moeten we een herenreclame neerzetten? Oké. Ja. En afhankelijk van de leeftijd is het dan of James Bond of iets anders. Ja. En Huawei is een van de hoofdsponsoren van de Arena. Die hebben eigenlijk de hele wifi-infrastructuur, de hele 4G-infrastructuur, misschien ook wat 5G-infrastructuur. Ah, dat gaat heel een beetje fout hoor, ik was nu female tussen de 10 en 20. Ja. Dat gebeurt altijd bij deze trouwens. Oh, ja? Ja, dat is echt waar, want er zijn ook een paar andere collega's die worden standaard herkend als vrouw bij deze. De vrouwelijke kant in mezelf heb ik hier ontdekt. Ja. Maar, sorry, maakt niet uit, maar Huawei is een van de hoofdsponsoren van de Arena ook. Ze hebben alle... infrastructuur geleverd voor 4G, voor wifi, voor misschien wel 5G binnenkort. En dus om de connectiviteit zo goed mogelijk te maken voor alle mensen die hier in de arena zijn. Dus als je dan hebt over connectiviteit, heb je het over een mannetje of 50.000 tegelijk. En kunnen dus die 50.000 tegelijk toegang verlenen tot wifi, tot 4G. En zorgen dat het netwerk niet plat ligt. Nou ja, daar hebben we met de hackathon mooie ervaringen mee. Maar we hebben wat trials gedaan bij wedstrijden. 20.000 man tegelijk online. En een paar terabyte verstoken die alleen maar in WhatsAppjes, Facebook, plaatjes delen via Twitter, et cetera. Maar zo massaal is iedereen ook gewoon online, ook tijdens de voetbalwedstrijd? Ja, ook tijdens de voetbalwedstrijd. Ja. En we proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren. En wat je hier bijvoorbeeld achter ziet, achter het glas, we dachten, we moeten ook toch iets laten zien dat je ook iets met de serverkant doet. Dit zijn een aantal Huawei servers, waar eigenlijk alle dingen die hier zijn, die draaien als het ware hierop, op de echte Huawei machines. En het idee, we zijn nu druk bezig om dit allemaal uit te breiden, omdat we nu al tegen de grenzen aanlopen, want er zijn zoveel partijen die mee willen doen, dat we zeggen, oké, dan moeten we eigenlijk naar een volgend schaalniveau gaan. Ja. Weet je, hoeveel partijen waren nu betrokken, zei je? Ik denk hier nu ongeveer rond de 20. En dat is echt nog maar het topje van de ijsbergen, want je ziet dat onder water zijn er veel meer partijen die zijdelings ook nog betrokken zijn. En ben jij degene die partijen bij elkaar brengt? Deels. Ik doe een stukje coördinerend voor wat komt hier allemaal in, wat ga je allemaal zien, hoe werkt het, ook technisch zeg maar, hoe kunnen we dat dan met elkaar integreren.
En mijn collega's van TNO die zitten meer aan de zakelijke kant. En welke partners heb je dan nodig? Welke juridische afspraken kun je daar dan mee maken? En hoe faciliteren we dat op zo'n manier dat je eigenlijk binnen één dag aan tafel kan zitten? En dat je dus niet maandenlange onderhandelingen hoeft. Nee, het is gewoon een standaard contract. En binnen één dag kan je aan tafel zitten. En dat is ook wat we doen in de Magic Mondays, is dat. Dat is iedere eerste maandag van de maand. Er zijn pitches voor de partners hier, voor Arena, voor gemeente Amsterdam, TNO, KPN, Huawei. Om te kijken, heb je een goed genoeg idee om volgende dag te kunnen beginnen. Ja. Dat samenwerken, want ik heb mijn eigen ervaring dat het kan, het lukt bijna alleen maar als je net ook op het juiste moment aan dezelfde vergelijkbare dingen behoefte hebt. Ja. Of zeg jij van, ik zie hier het samenwerken is ook het beschikbaar maken en het openstellen. Dat is eigenlijk het begin van de samenwerking. Ja, ik denk dat het eigenlijk heel basaal is door elkaar te ontmoeten, ontstaat die samenwerking. En omdat je hier fysiek een plek hebt waar je bij elkaar komt, waar je ook echt kan zien wat er gebeurt, wat er is. Dan zie je opeens, maar als hij dat kan, en ik kan dit, en hij kan dat, samen kunnen we dan opeens iets moois gaan maken. Wie is die partij? Moet ik een keer praten? Oh, hij zit daar. Oh, laten we meteen nu aan de slag gaan. En dat is een hele andere dynamiek dan dat je zegt, van, dan moeten we eerst elkaar vinden. En dan ben je eigenlijk van toeval afhankelijk. Ja, precies. Oké, mooi, super. En hoe lang ben je hier nu mee bezig? Was ik hier? Februari stond ik hier nog tussen de bierkratten en was hier nog niks. Was het gewoon een opslag van een cateringbedrijf. Dus dan kun je zien in zo'n korte tijd, tussen februari en nu, hoe ver je komt. En natuurlijk zijn we al wat langer bezig om het hele proces op gang te krijgen en dat ook echt wat gebeurt. Maar in echt een hele korte tijd is er heel veel gebeurd. En het doel is om dat natuurlijk vast te houden en gewoon door te gaan, want volgend jaar is er weer een event. Mis je nog partijen? Zeg ik, dit soort partijen zou ik er nog bij willen hebben om het plaatje compleet te maken? We zijn nu in onderhandeling met een paar partijen om aan de IT-kant dingen te kunnen integreren. Want vaak zie je nu dat de partij weet iets van dit stukje en de partij weet iets van dit stukje, maar de koppeling ertussen hebben ze geen kennis van. Dus hoe kun je die brug slaan tussen die twee partijen? Nou, daar hebben we dus partijen voor nodig die dat kunnen faciliteren. Hey, wat hoop jij dat er uit die hackathon komt? Ik denk gave ideeën die volgende maand hier kunnen hangen. Dat zou mooi zijn. En het allermooiste is als in het begin van het nieuwe voetbalseizoen, als gewoon de ideeën die gewoon hier uitgekomen zijn, gewoon mee kunnen draaien in het voetbalseizoen. Dat je kan experimenteren, dat je in een wedstrijd kan kijken, werkt het? Heb ik er wat aan? Gebruiken mensen het? Dat je op die manier ook echt kan toetsen of het daarna dan verkoopbaar is. Want dat is waar je naartoe wil. Of je kan je er geld mee verdienen, kan je ervan gaan leven? Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, fantastisch. Ja. Hartstikke goed. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.